Dinsdag 20 april. Straks hebben we hier aan tafel Harry Bevers van de VVD over de financiële dekking van Culturele Hoofdstad. Een kritisch artikel in de Leeuwarden Krant maakt dat de VVD weer even op scherp staat met betrekking tot de financiën. En vorige week hadden we hier nog wethouder Sjoerd Feitsma van aan tafel die optimistisch is over de dekking. Maar is het al met al haalbaar? Harry Bevers komt zo meteen met zijn visie hierop. Dan hebben we nog Joke Spilman van de PvdA over het project Politics om mbo-studenten wegwijs te maken in de Leeuwarden politiek. Waarom en hoe wordt dit bewerkstelligd? Maar eerst hebben we hier Pieter Daalma, voorzitter van het Leeuwarden Ondernemersfonds. Die wil ik graag uitnodigen. Nou, Pieter, welkom. Dankjewel. Welkom. Van het Leeuwarden Ondernemersfonds, het LOF. Wat is dat nu? Wat is dat precies? Het LOF is een stichting die op initiatief van ondernemers met een verzoek aan de gemeenteraad in een besluit van december 2008 is ingesteld. En wat wij doen is dat wij een pot geld beheren via een opslag op de niet-woningen van de OZB met 5,5%. En bedoeld om aan gezamenlijke initiatieven die het leefklimaat en ondernemerschap in Leeuwarden stimuleren mogelijk te maken. Dat is wat wij doen. Okay. En jullie hebben zojuist een presentatie gegeven over de plannen die jullie hebben. Wat zijn daar de speerpunten in? Nou, speerpunt is dat we eigenlijk in 2014 vijf jaar bestonden. Dus dan vonden we het een goed moment om eens even terug te kijken van, bereiken we nou wat we willen bereiken? Dan zien we heel duidelijk dat er tal van evenementen georganiseerd worden met hulp van het LOF. Maar wat we ook graag zouden willen zien is dat juist continuïteit van ondernemers en een beetje meer werkgelegenheid eigenlijk ook een doelstelling van dit initiatief wordt. En hoe moet dat zich vorm gaan geven? Meer werkgelegenheid bijvoorbeeld. Wat zouden daar dan suggesties voor zijn? Nou, het idee wat we hebben is, het LOF wordt vaak gezien als eigenlijk een klankbord van ondernemend Leeuwarden. Maar feitelijk zijn we dat niet, hè? Want we beheren geld van de ondernemers, maar we zijn in feite eigenlijk geen klankbord. Dus wat we zouden willen is dat het LOF een onderdeel van een ondernemersstructuur in Leeuwarden wordt, waarin eigenlijk al onze achterban via een federatie vertegenwoordigd is, waarbij we samen met politiek goede keuzes kunnen maken, waar we gefocust de middelen op inzetten om uiteindelijk een leefbare stad, maar ook een ondernemende stad te creëren. Oké, en wat valt er dan allemaal binnen jullie achterban? Wat voor bedrijven, winkeliers, hoe groot is dat? Nou, dat is heel groot. Profit- en non-profit organisaties. En dus als we het over ondernemend Leeuwarden hebben, dan behoren daar ook de non-profit organisatie toe. En op dit moment hebben wij via ondernemersverenigingen 95% dekking ongeveer van heel Leeuwarden. Dus je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen, iedereen die bedrijfsmatig eigenlijk een organisatie aanstuurt, dan heb ik het over Zorggroep Noorderbreedte, dan heb ik het over het onderwijs, dan heb ik het over de culturele instellingen. Maar ik heb het bijvoorbeeld ook over de Egon, de Friesland Campinas en al dat soort organisatie. Dus echt heel breed. Okay. En Leeuwarden, is het dan gemeente Leeuwarden of stad Leeuwarden? Nee, we zijn begonnen uiteraard als gemeente Leeuwarden, de stad Leeuwarden. Maar sinds vorig jaar hoort ook het deel Boonstrahim erbij, wat wij dan eigenlijk in de vakjargon maar even het buitengebied noemen. Dus ja, gebieden als Reduzen, Grauw en dergelijke horen daar allemaal bij. Oké, en wat voor projecten hebben jullie nou gedaan zo onlangs? Jullie ondersteunen projecten ook in de binnenstad bijvoorbeeld en daarbuiten. Wat valt daaronder? Ja, vrij breed. Hè? Misschien toch even om te zeggen, we hebben een deel bovenstedelijk. Dus een deel van het geld wordt via onze raad van advies elk jaar bekeken van waar zet je Leeuwarden nou echt mee op de kaart? Nou, een heel vooraanstaand project was Serious Request. Echt een oogappeltje in het geheel. Maar ook de binnenstadsverlichting, de feestverlichting, hoort daar ook bij. Maar we zien juist ook dat in de kleinere gebieden het leefbaar houden van een dorpshuis vaak door ondernemers ook op die manier gestimuleerd wordt. Maar parkmanagement, duurzaam energie opwekken op de Hemrik, al dat soort projecten horen erbij. Het zijn mooie projecten in ieder geval. En gaat het dan, breng je dan die ondernemers samen of moeten die ondernemers al een vereniging zijn wat dat betreft voordat ze bij jullie
zich aanmelden? Ja, wij doen het liefst zaken met een vereniging, omdat dat een democratisch besluitvormingsproces kent. Maar het moet een samenwerking zijn en het moet een collectief zijn. En wat we dus in feite ook willen zien, is dat er een collectief ontstaat tussen een zorginstelling en een onderwijsinstelling met een onderneming. Dus voor dat soort projecten kan dat ook. Maar goed, het is verdeeld in geografische gebieden en wij hebben het initiatief genomen om in die gebieden ondernemersverenigingen op te richten. En daar heeft het LOF heel erg toe bijgedragen. Oké, nou, dat was het even kort in ieder geval over het Leeuwarden Ondernemersfonds. Dankjewel in ieder geval Pieter Douma voor de toelichting en je verhaal. Dat is helder. Dan gaan we nu even verder naar het volgende onderwerp. Dankjewel. Dat was dan Pieter Douma, even kort over het Leeuwarden Ondernemersfonds en wat het dan zo al doet en wat het inhoudt. En wat hij ook al vertelde over de plannen die gaan komen, of in ieder geval wat zij beogen met het Leeuwarden Ondernemersfonds om toch het ondernemerschap te stimuleren in gemeente Leeuwarden. Dus tegenwoordig ook wat breder dan voorheen natuurlijk door de decentralisatie. We gaan nu verder met Politics. En dat is een project om mbo-scholieren dus wat meer met politiek in aanraking te doen komen. Daarvoor is hier dan Joke Spilman van de PvdA. Welkom Joke. Goedenavond. Hallo. Jongeren en politiek. Dus wat politics, wat is dat dan precies? Nou, politics is eigenlijk een verzamelnaam van een aantal activiteiten waar we voornamelijk op het mbo, en dit jaar het Friesland College en de Friese Poort, jongeren proberen een wegwijs te maken met begrippen vanuit de politiek, hè, zoals de democratie, het bestuur van de gemeente, maar ook de regering, om ze daar wegwijs in te maken en het een smoot te geven. Is dat niet iets wat je op de middelbare school met maatschappijleer krijgt al, of is het dan een extra verdiepingsslag? Nou, we proberen het met politics extra interessant te maken. We zijn na de voorjaarsvakantie begonnen met diverse lessen te organiseren. Dat doen de scholen zelf. Maar ook daarin zijn raadsleden ook op de scholen geweest om een verhaal te vertellen over hun werk als raadslid. Vervolgens zijn ze hier op werkbezoek geweest, hebben ze een rondleiding gehad binnen het gemeentehuis, hebben ze een forum meegemaakt, wat wij nu altijd op maandag hebben. Afgelopen donderdag hadden wij de politieke markt in Romein, waarin de jongere partijen van politieke partijen een presentatie hebben gehouden en waarin zij workshops hebben kunnen volgen over hoe presenteer je jezelf, hoe debatteer je. En dat hebben we samen gedaan met Gea Dames, collega raadslid van het CDA, en de medewerkers van de Griffie. En volgende week donderdag eindigen we het reeks van activiteiten met een raadspel hier in de raadzaal. En de winnaar die mag mee naar Den Haag, dus dat volgt ook nog op 26 mei. En dan hebben we de serie van Politics afgerond. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi. Is er nou animo voor? Moeten mensen zich aanmelden of is het een verplicht vak? Nou, de scholen melden zich aan en dit jaar hadden wij mbo-studenten van de opleiding ICT, van bouwkunde en van de juridische opleiding. En je ziet, de animo is wel verschillend. Hè. De een die voelt ook zo, nou, ik moet hier zijn, en de anderen zijn ook oprecht geïnteresseerd. Dus daar zit wel verschil in bij de jongeren. En wat leren ze precies? U had het al over de democratie en de gemeentelijke politiek versus de landelijke. Maar inhoudelijk ook. Het zijn er nou, als je het hebt over hoe presenteer je jezelf bijvoorbeeld, wat probeer je er uiteindelijk mee te bereiken? Ik stel 86 vragen tegelijk, merk ik. Wat probeer je ermee te bereiken is eigenlijk de hamvraag in deze. Nou ja, eigenlijk wat ik net ook al zei, het een smoel geven. Want politiek en het bestuur van een gemeente, ja, het is toch wel heel erg abstract. Maar ja, jongeren worden 18 en ze mogen stemmen. En ze, ja, we willen ook heel graag dat ze gebruik maken van hun stemrecht. Maar het wordt wat lastig als je niet weet wat je daarmee moet. En we proberen daar toch wat meer leven in te brengen. En ze te laten ervaren, hoe werkt dat nou eigenlijk? En hoe ziet zo'n gemeentehuis eruit? Wat is de werkkamer van een burgemeester? Nou, gewoon hele simpele dingen, maar dan gaat het ook meer leven. Dus het gaat eigenlijk om gewoon de politiek weer naar de jongeren toe brengen in deze en die affiniteit er in ieder geval mee, ja, op te wekken. Ja. En is dat, merkt u dat het werkt?
Nou ja, we hadden afgelopen donderdag hadden we de politieke markt, waarin ook het debat met jongerenorganisaties, politieke organisaties waren, was georganiseerd. En nou, je ziet dan toch dat iedereen wel heel geboeid in de zaal is en ook wel onder de indruk is hoe dan ook jongeren die wellicht misschien iets ouder zijn, maar daar toch staan met standpunten. En nou, ze hadden net workshops gevolgd van hoe ga je discussiëren, hoe maak je nou je standpunt duidelijk, hoe presenteer je. Dus dan krijgt het ook meteen een beeld en je ziet dan toch dat ze wel heel erg enthousiast zijn als ze weer teruggaan naar huis. Ja, en dus een aankomende, volgende week donderdag, 30 april, ja. Is er dus een, moet ik dat zien als een soort rollenspel, een soort debat? Wat, nou ja, het is eigenlijk wat je op tv hebt, twee groepen die met elkaar in debat gaan. Hè, in dit geval de Friese Poort en het Friesland College. En het onderwerp van dit jaar is onderwijs en arbeidsmarkt. Dus ze krijgen van tevoren de opdracht om een presentatie voor te bereiden, die ze dan in de raadzaal aan elkaar gaan presenteren. En dan gaan ze met elkaar in debat. En een jury van journalist van het Fries Dagblad, de wethouder, de griffie en een raadslid, die gaan beoordelen. En ook nog een, geloof ik, publieksjury, wie dan de beste debatteurs zijn. En die groep die wint, die mag mee naar Den Haag. Spannend. Mark Rutte, gaan ze die ook ontmoeten? En wellicht, ze gaan naar de Tweede Kamer, dus wellicht komen ze die tegen. Klinkt heel tof, ik ben heel benieuwd. Ja. Dankjewel Joke Spilman voor je toelichting. Dat was dan Joke over het Politics project, dus van allerlei activiteiten om jongeren in de politiek te betrekken. Nou ja, 30 april is er dus het debat tussen jongeren. En om te kijken of ze het spel een beetje hebben geleerd. We gaan nou verder even over culturele hoofdstad. Afgelopen weekend een artikel in de Leeuwarden Krant. Dat nou ja, nog niet heel erg zeker is of het gedekt gaat worden. Er is een tekort van 11,5 miljoen. En dat gaan we nu even bespreken met Harry Bevers. Want de VVD die heeft daar altijd eigenlijk al kritische noot over gehad, hè? Niet waar? Jawel, maar nadat we culturele hoofdstad geworden zijn, hebben we ook gezegd van nu moeten we gaan voor het maximale resultaat. Dat doen we ook. Maar wij doen dat wel steeds met de rekenmachine in de hand. En ja, dit was zo'n moment waarop wij dachten van ja, dit kan niet. Een tekort van 11,5 miljoen. Wat in het bidboek als toegezegd staat geregistreerd. Wat hier ook in deze raadzaal door de betreffende portefeuillehouder destijds, de burgemeester, ook is toegezegd. Dus ja, dat betekent vragen stellen en vragen van hoe kan het dat het bedrag als veiliggesteld staat in het bidboek. En het nu blijkt, en daar heeft de directeur van de culturele hoofdstad vanmiddag een verklaring over gegeven, dat het ook klopt, dat het geld gewoon niet is. Ja, want Ton F. van Dijk, hè, die had gereageerd. Wie het artikel in de Leeuwarden Krant leest, ik citeer even, en niet alleen de koptekst zal zien dat er weinig loos is. En over het tekort van 11,5 miljoen zegt hij dat geld is er inderdaad nog niet. Maar we hebben nog even, we maken pas in het voorjaar van volgend jaar de voorlopige balans op. En hoe denkt u daarover? Nou ja, die bewering van dat er niet veel loos is, die betwist ik dus inderdaad. Omdat er is gezegd dat die 11,5 miljoen is toegezegd. Sterker nog, dat staat keurig netjes op papier in het lijstje van provinciaal geld, wat is toegezegd, gemeentelijk geld van de gemeente Leeuwarden, wat is toegezegd. En daar staat ook dit bedrag, met de verwijzing naar de steden in de regio, staat daar gewoon in. En ja, daar kunnen we heel, het staat erin, secured, ik kan er niks anders van maken. Dus het stond in eerste instantie als bevestigd, dat gaat er komen en nu in één keer is het onzeker. En wat gaat er zo meteen? U heeft een vragenronde aangekondigd. En waar gaat het dan, wat voor vragen komen aan bod? Nou, het gaat in eerste instantie natuurlijk specifiek om de vraag van, was dat geld er, hoewel we daar natuurlijk voor een deel al een antwoord op hebben, was dat geld er op het moment dat het bidboek verscheen en op het moment dat er in het bidboek stond dat geld zeker gesteld was? Twee, is dat geld er nu? Dat weten we ook voor een belangrijk deel. En hoe gaat dat geld nu wel op tafel komen? Dan zit er daarnaast gewoon ook nog de vraag van, er wordt gezegd van, er is nog ander geld zeker gesteld. Maar ja, hoe zeker is dat dan? En een belangrijke vervolgvraag van mij is, wat is er nog meer in het bidboek opgenomen? Waar staat zeker gesteld als toezegging, als geld?
waar dat eventueel niet zo is. Want dan moeten we gewoon weten van de wethouder, wat is het bedrag waar we echt risico's op lopen? Want het is nu 11,5 miljoen. Is dit het of meer uit de hooghoed? Okay, dus we willen het op voorhand eigenlijk al zekerheid hebben hierover. Want zowel Ton F. van Dijk als woordvoerder Jacke de Boer zijn vrij van, nou, we zien dat nog wel tot het moment volgend jaar om werkelijk te kijken wat en de balans op te maken. Zijn jullie dan niet een beetje te vroeg of te snel op jullie snel op scherp staand? Nee, want het gaat natuurlijk niet of het geld er vanaf nu tot een vervolgende periode. Het gaat erom dat er hier politiek is aangegeven dat geld is zeker gesteld. En dat is gebeurd in 2013 en nu blijkt achteraf dat het geld er helemaal niet is. Dat is de kern van de vraag. En dat men nog alle tijd heeft om van alles binnen te halen. Ik vind de tijd zo ondertussen wel gaan dringen. Maar goed, dat is het aan hun ter beoordeling. Maar dat is niet de kern van de vraag. De kern gaat, waarom stond het in 2013 op papier als zeker gesteld, terwijl het er nu niet is? Helder. Dus we gaan het zo meteen zien met de vragen die er gaan komen. Hartelijk dank, Harry Bevers. Graag gedaan. Ja. Dat was Harry Bevers even kort over de culturele hoofdstad en de stand van zaken daaromtrent en het tekort van 11,5 miljoen. Wat is toegezegd en toch ook weer niet. Dus dat is, wordt nog even spannend wat de wethouder daarop heeft te zeggen zometeen. Dat in de tweede helft van de raadsvergadering. Dit was dus elke maandag alweer. Dank voor het kijken. Volgende week zijn we er weer, maar dan is het elke maandag op dinsdag. Want maandag is het Koningsdag en lopen we allemaal in oranje. Ik ben er dus dinsdag weer, 28 april. Kunt u niet zo lang wachten, dan blijf op de hoogte van het laatste politieke nieuws via omroepleo.nl of op Twitter via @leopolitiek. Zometeen om 9 uur kunt u kijken naar het raadsdebat over onder andere groenbeleid gaat het eventjes over, geloof ik. En in ieder geval de vragen die worden gesteld van het VVD. Een hele fijne avond nog en tot volgende week.